Goedemorgen, dames en heren. Begin van een nieuwe week vol met KVPS-activiteiten. Van harte welkom, ook namens mijn collega Wil Thijssen. We zijn hier te gast bij Hens Woude en we gaan vandaag een negental paarden keuren. 2 merries voor opname, 4 merries voor graadverhoging, een ruin voor opname en 2 hengsten voor sterverklaring. Catalogus nummer 1 is afwezig, dus we houden 9 paarden over. Veel kijkplezier. Ladies and gentlemen, welcome at the beginning of this week with a lot of KFPS activities. We are here present at Hens Woude Stables and we have 9 horses to judge. Number 1 is absent. Enjoy this live stream.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Merrie die goed ontwikkeld is en wakker is. Merrie die voldoende rasuitstraling heeft, wat meer lengte in de hals zou mogen hebben. Ook het hoofd zou iets meer mooie, fraaie neusprofiel mogen hebben. Merrie die beschikt over een goede bovenlijn, lang kruis. Iets meer voorbeenlengte zou ze mogen hebben. Beenwerk is correct gesteld. Ook voldoende droog. De merrie stapt vlijtig, sluit goed aan. Met voldoende lichaamsgebruik. Draaft ook makkelijk met een voldoende opwaartse lichaamshouding. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of...
hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een langgelijnde merrie die wat rasuitstraling betreft een mooie lange hals heeft. Het hoofd zou wat meer expressie mogen hebben. De merrie heeft een goede bovenlijn en een goede romprichting. Het kruis zien we graag wat minder hellend. Wat beenwerk betreft, het is hard beenwerk. De stand van het achterbeen is sabelbenig en ook koehakkig en ook wat Frans. De merrie stapt actief, sluit goed aan. In draf mag ze nog meer tot dragen komen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 3, she is accepted in the studbook with the third premium. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Zogende merrie. Merrie die alert is, die wat meer neklengte zou mogen hebben. Voldoende expressie in het hoofd heeft. Wat bouw betreft, ze is natuurlijk wat armen bespierd. Maar we zouden toch graag de aansluiting rug, lenden en kruis wat sterker zien. Ook het kruis zou iets minder hellend mogen. Beenstanden zijn correct. Wel zouden we het beenwerk graag droger zien. De merrie die waardeert zich op in beweging. Ze stapt vlijtig met takt en regelmaat. In draf, met name in de tweede ronde, heeft ze veel afdruk en voldoende veel buiging in het achterbeen. De merrie heeft ook al een e-bob van 80 punten. Die hoeven we niet mee te nemen, want de beweging aan de hand was overtuigend genoeg. Deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. Voilà. Natuurlijk is het wel een bevestiging voor wat we aan de hand zien. Dus dat sterkt ons besluit alleen maar. The result of number 4, she is declared star with a second premium. The movements compensated for the exterior of this horse.
dan hier bij... Oh, sorry. Ja? Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 5. Mary met een vriendelijke uitstraling. Mary die iets meer lengte in de hals zou mogen hebben. Ook wat meer neklengte zou mogen hebben. In bouw heeft de Mary voldoende lang gelijndheid. We zouden haar graag iets opwaartser gebouwd willen zien. En ook het middenstuk zou wat sterker mogen. Beenwerk is qua standen correct. Wel zouden we het graag iets meer kwaliteit willen zien in het beenwerk. De stap is voldoende ruim en takmatig. Zou iets meer buiging in de sprong mogen tonen. En in draf blijft de merrie wat op de voorhand. Zou iets meer afdruk mogen tonen. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. Result of number 5. She gets a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 6. Even netjes opstellen. Een rassige merrie met een mooie halsvorm. Een merrie die in bouw in de aansluiting sterker mag zijn. Met name de lendenpartij zou sterker mogen zijn. Ook zou de merrie iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Het beenwerk
De voorbeenstand kan correcter, is toontredend. Ook zou het beenwerk wat meer kwaliteit mogen uitstralen. De merrie valt op met haar zeer goede stap. Mooi naar voren gestapt. Voorbeen ver weggezet. In draf zou de merrie het achterbeen meer onder de massa moeten zetten en meer afdruk moeten tonen. Deze merrie krijgt een derde premie vandaag vanwege haar goede stap. Result of number 6. She gets a third premium because of her good walk. De uitslag van catalogus nummer 7. Het is een royaal ontwikkelde langgelijnde merrie met ruim voldoende rasuitstraling, edelhoofd. Merrie die in de bouw beschikt over een sterke bovenlijn. Zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Ook zou het kruis, dat wel lang is, wat minder hellend mogen zijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is een fractie sabelbenig. De merrie stapt vlot en ruim. En in draf toont de merrie een goed gebruik van het achterbeen. Zou daarbij het voorbeen nog iets verder weg mogen zetten. Deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. Result of number 7. She is declared star with a second premium.
dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Een grootramige ruin, hoogbenig. Paard met een mooie voorhand, veel rasuitstraling. Paard zou in de bouw wat meer schoftontwikkeling mogen hebben. Wel een goede bovenlijn. Wat beenwerk betreft zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Ook zouden de hoeven royaler mogen zijn en ook gelijker van vorm. Het paard zit zichzelf nog een beetje in de weg met de presentatie in de beweging. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf zou hij toch meer balans mogen tonen, iets meer door mogen treden met het achterbeen. Deze ruin die wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zou het beenwerk correcter moeten zijn. En ook de draf meer gedragen. Result of number 8, accepted in the studbook with a third premium. Stap gaan we naar de 6. En dat kan ook. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Een hengst met veel rasuitstraling, mooie lange hals, veel expressie in het hoofd. Hengst die in de bouw beschikt over een hele mooie
schoft-schouderpartij, goed ontwikkelde schoft. Ook de kruisligging is heel positief. De hengst is lang gelijnd. Wat beenwerk betreft, hengst heeft royale hoeven. Het is voldoende droog. Achterbeen is een fractie gehoekt. De stap zou meer door het lichaam gestapt mogen worden en het voorbeen zou verder weggezet mogen worden. In de draf waardeert deze hengst zich op met vooral veel souplesse, veel zweefmoment, veel balans. En dat maakt dat deze hengst vandaag ster wordt verklaard. Result of number 10. This stallion is declared star today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Een insprekende jeugdige hengst die een hele lange hals heeft met een mooie vorm die misschien nog wel iets verticaler gesteld mag zijn. Paard dat ook goed gelijnd is, horizontale romprichting heeft. Het kruis, hij is een beetje hoog in het kruis, maar lang gelijnd. Beenwerk, voldoende droog. Voorbijstand iets bokbenig en ook iets Frans gesteld. Paard stapt actief en vlijtig, mooi naar voren gestapt.
De draf toont hij met name in de laatste ronde, als hij een beetje bij de les is. Een mooi gebruik van het voorbeen, het achterbeen, veel ruimte in de draf. Achterbeen zou sneller en resoluter onder de massa geplaatst moeten worden. Maar overal, deze hengst met alle plus en minnen, wordt deze hengst vandaag ster verklaard. Result of number 9 is declared star today. Dit was alweer de locatiekeuring hier bij Stal Henswoude. Net voor de warmte klaar. Plezierig gekeurd hier, fijne baan en goede aanvoer, goede medewerking. We bedanken u voor het kijken. We hebben een volle week. Morgen is de livestream van de ABFP-test, evenals op donderdag. Woensdag is er een locatiekeuring bij Stal Sipma en vrijdag een locatiekeuring bij Van Manen. We hopen u graag weer te zien. Dank u wel voor het kijken. For the people from abroad, this was the inspection at Henswoude Stables. Thank you for watching. We have a live stream tomorrow of the ABFP test, also on Thursday. And we have inspections on location on Wednesday at Stal Sipma and Friday at Stal Van Manen. Thank you and see you again.